In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. In het jaar 1873 verzamelde Monsieur Maigret al zijn priesters om zich heen. De bisschop zat enige tijd al zwijgend met zijn hoofd in zijn handen. Zijn priesters waren met verbazing geslagen. Uiteindelijk sprak de bisschop: "Ik moet één onder u ter dood veroordelen." De seconden volgend op deze uitspraak waren lang en stil. De bisschop verduidelijkte: "Iemand onder u moet de zielzorg van de melaatsen op Molokai op zich nemen. Waarschijnlijk zal deze priester door het contact met deze zieke gelovigen ook deze vreselijke ziekte krijgen en eraan sterven. Wie onder u wil gaan? Wie onder u wil voor deze zieken zorgen?" Na enige seconden stapte er een priester naar voren, Jozef de Veuster. Jozef met de ordenaam Damiaan. Deze priester verklaarde: "Bij mijn noviciaat moesten we onder een zwart dodendoek liggen, als teken dat we reeds dood zijn. Welnu, voor de zieken zorgen is een werk van barmhartigheid. Er valt daar niets te verliezen, eerder te winnen." Op het eiland Molokai aangekomen, zocht Damiaan, de zalige pater Damiaan, in tegenstelling tot de protestantse dominees, een onderkomen dat dicht was bij deze zieken, dicht bij de melaatsen, midden onder hen. Ja, hij was één van hen. Pater Damiaan bezocht deze zieke mensen hun hutten en herstelde hun woningen. Hij verbond hun wonden. Hij sprak hen over het opofferen van het lijden. Op 15 april 1889 stierf pater Damiaan, nog geen 50 jaar oud. En hij werd zalig gesproken als de apostel van de zieken en de martelaren van de naastenliefde. In Christus beminden, vandaag willen wij verder gaan met onze uiteenzetting over de werken van barmhartigheid. Met name de zieken bezoeken en de bedroefden troosten. Mijn dierbaren, waar komt de ziekte vandaan? Wel, de ziekte is net zoals de dood, de verduistering van ons verstand en de verzwakking van onze wil een gevolg van de zonde van Adam en Eva. De ziekte is iets wat de mensheid zichzelf als gevolg en als straf voor de ongehoorzaamheid tegenover Gods gebod zich op de schouders heeft gehaald. Als nakomelingen van Adam zijn we allen door de erfzonde in staat ziek te worden. Het is dan ook geen toeval, mijn dierbaren, dat Christus, de Heiland, de zieken komt genezen. Hij doet dit ter bevestiging van de waarheid van zijn evangelie en om zijn zending te staven. Toen Johannes de Doper aan zijn leerlingen de opdracht gaf aan Jezus te vragen of hij wel de voorspelde Messias, de voorspelde Verlosser was, gaf Jezus het volgende antwoord: "Zegt aan Johannes wat gij hoort en wat gij ziet. Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden genezen, doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd." Matteüs 11:3. Een kerkvader zegt dat Christus in het begin van zijn zending vooral als een soort ziekengenezer bekend stond en ook gezocht werd. De heilige Marcus bericht in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie: "Men bracht alle zieken naar hem toe. Heel de stad
stond voor de deur bijeen. Hij genas er velen die aan verschillende kwalen leden. Mensen die door ziekte werden gekweld, lagen Christus nauw aan het hart. Hij maakte tijd voor hen. In tegenstelling tot de meesten van Christus' tijd. In zijn tijd beschouwde men de zieken als onreinen, als door God verstotenen. Zo lezen wij in het 9e hoofdstuk van Johannes. We lezen over de blindgeborene te Jeruzalem, waar de apostelen over vragen: wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Johannes 9, 2. In die tijd dacht men: God heeft zich van deze personen afgekeerd. En daarom werden zieken gemeden. Christus, onze heiland, onze goddelijke meester, doet het tegenovergestelde. Hij zoekt de zieken op. Hij raakt ze aan en hij is met hen begaan. En daarom, mijn dierbaren, moeten wij als navolgers van Christus ook liefde bezitten tegenover de zieken. Daarom moeten wij ons ook bekommerden, tonen om hun lot. De eerste christenen, en onder meer, waren onder meer bekend voor hun toewijding aan het bezoeken en het verzorgen van de zieken. Het behoorde vooral tot de taken van de vrouwelijke leken van de christengemeente. Sint Paulus spreekt erover in zijn eerste brief aan de bisschop Timotheus. En de christenen hebben deze ziekenzorg steeds behouden. Later werden er vanuit kloosters en kerken ontelbare ziekenhuizen en bejaardenhuizen gesticht op grond van dit werk van barmhartigheid. Als katholiek moeten we dit lichamelijk werk van barmhartigheid, de zieken bezoeken, allemaal uitvoeren. Zoeken we dus onze zieken op. Dit kunnen personen zijn in een ziekenhuis, maar eveneens, zoals gezegd, bejaarden die lijden onder de kwalen van hun ouderdom. Ziekenbezoek brengt voor elke zieke wat afleiding. Ook wij kennen het. Zijn we ziek, dan gaan al onze gedachten uit naar deze ziekte. En soms kan men daarbij ongeduldig of droevig worden. En dat kan eventueel zelfs tot een zonde komen. Indien wij, mijn dierbaren, naar die zieke personen gaan, dan erkennen wij hun lijden. En dat maakt het reeds draaglijker. Men lijdt als zieke niet meer in stilte en alleen. Iemand toont begrip, iemand toont medeleven. Bijzonder, als wij oudere personen bezoeken, is dit ook een teken van erkentelijkheid voor hun vroegere weldaden. Verlaten van iedereen zouden zij de gedachten kunnen krijgen dat men hen in gezonde tijden enkel als een gebruiksobject of een winstobject beschouwd hebben. Zonder ware dank of ware vriendschap in het hart te hebben bezeten. Ziekenbezoek brengt dus steun en bemoediging. Het brengt draagkracht, misschien troost, rust en vrede. Kunnen we soms betere zaken schenken aan een zieke dan dit, mijn dierbaren? Zeker niet. En daarom is het bezoeken van de zieken een werk van barmhartigheid dat wij in deze vastentijd moeten beoefenen. Het is naastenliefde. En ook u, de bezoeker, komt niet leeg van het ziekenbezoek terug. Het is zoals een kerkvader schrijft: wij krijgen gratis geschonken vertrouwen, dankbaarheid, een voorbeeld van moed, een voorbeeld van doorzettingsvermogen, van genegenheid en naastenliefde.
bij de uitoefening van dit werk de zieken bezoeken, kan men, natuurlijk met toestemming, ook de kamer van de zieke wat opfrissen, wat verluchten. Men kan de zieke eventueel helpen met zich te wassen, met nieuwe kledij aan te trekken. Mooie bloemen op het nachtkastje plaatsen of zonlicht binnenbrengen draagt ook zeker bij tot een blijere sfeer, die zeker de genezing baat. Zetten wij ook anderen aan, in het bijzonder onze kinderen, om eventueel een kaartje te schrijven of een tekening te maken. Een zieke met dierbaren heeft ook vaak niet meer de kracht om alleen aandachtig te gaan bidden. Het behoort dus tot dit werk van barmhartigheid om met de zieke te bidden. Bijvoorbeeld een tientje van de droevige geheimen. Laat de zieke het lijden dragen in vereniging met de gekruisigde heiland. Wijs naar de achterkant van het crucifix. Vooraan op het crucifix hangt onze heiland. Onze plaats is op de rugzijde van het crucifix. Maken wij duidelijk aan de zieke dat ware liefde zich toont in een gedragen offer. Naar het motto van priester Poppe: werken is goed, bidden is beter, maar lijden, dat is het best. Bovenal, in Christus Beminden, we leggen er steeds als priesters de nadruk op dat gij als kinderen voor uw ouders op tijd de priester moet roepen voor het toedienen van de sacramenten, vooral van het sacrament van het heilig oliesel. Sint Jacobus schrijft in zijn brief: is er iemand onder u ziek? Men roepen de priesters. Men laat over de zieke bidden en hem zalven met olie in de naam des Heren. Dit gebed, deze zalving, zo zegt Jacobus, zal de zieke behoud schenken. De Heer zal de zieke opbeuren. En mocht deze zieke in zonden leven, dan zullen hem deze zonden vergeven worden. Jacobus 5:14. Mijn dierbaren, vaak zien wij dat personen ons zeer laat contacteren om bij een stervende langs te gaan. Velen menen dat eens de zieke het oliesel heeft ontvangen, dat deze zieke moet sterven of zal sterven. En dat is een dwaling. Iedere priester kan getuigen hoe dit sacrament de zieken sterkt. Ja, zelfs soms genezing schenkt. Soms is het beangstigend als priester te vernemen hoe bepaalde gelovigen hun ouders in stervensgevaar lieten zonder een priester te contacteren. Wij ervaren het nadien. En dat kan noodlottig zijn voor de zielen. Als gelovigen dient men dus met elkaar begaan te zijn. Dat betekent, iedereen heeft wel soms weet van een zieke. Een zieke die bijvoorbeeld al langere tijd niet meer naar de kerk kan komen. Signaliseer dat de priesters. Sommige gelovigen denken dat de priesters tijdens de heilige mis een aanwezigheidslijst doorgaan of in hun hoofd bijhouden. Nochtans, u weet het, wij staan richting tabernakel gericht. Breng ons dus zelfstandig op de hoogte, zodat wij ook dit werk van barmhartigheid kunnen uitoefenen. Naast het altaar, de preekstoel en de biechtstoel is het ziekenbed de plaats waar een priester het meest van zijn wijdingsmacht kan uitoefenen. Wij zijn graag bij de zieken. Als een laatste gedachte betreffende dit werk van barmhartigheid brengt Sint Augustinus het volgende naar voren. De ziekte van de ziel is de zonde. Zondaars zijn zieken. Hun ziel is lijdend. En daarom is het een werk van barmhartigheid. Indien wij zondaren
door wijze en voorzichtige vermaning tot beterschap oproepen. Hen bijvoorbeeld tot een goede heilige biecht brengen, een goede heilige communie als medicijn brengen. Zo helpen we met de genade mee om de gezondheid in de ziel van deze zondaar terug te laten keren. Dat is de geestelijke invulling van dit lichamelijke werk van barmhartigheid. Christenbeminden, zeggen we ook nog iets kort over het geestelijke werk van barmhartigheid dat wij vandaag eveneens dienen te bespreken. En dit werk van barmhartigheid hangt samen met het bezoeken van de zieken, namelijk de bedroefden troosten. Hetgeen we voor de zieken kunnen doen, kunnen we uit naastenliefde eveneens voor de bedroefden verrichten. Veel mensen zijn in droefheid als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of een andere tegenspoed of een sterfgeval in de familie of een kwelling in de ziel, een bekoring. Onze naaste is dan in geestelijke nood en dan zijn wij verplicht hem te helpen. We zijn christenen of we zijn het niet. De droefheid is namelijk een drukkende last die lichter wordt als anderen deze last helpen dragen. En God maant ons in het boek Ecclesiasticus als volgt. Houd u niet ver van diegenen die wenen, maar treur met hen die bedroefd zijn. Ecclesiasticus 7:38. Als er iets barmhartigheid is, mijn dierbaren, is het wel het leed van anderen erbarmen. Het in het eigen hart opnemen en niet ongevoelig blijven. Vaak worden bedroefde personen vermeden, alleen gelaten. En dat drukt het woord troost geven in het Latijn ook uit. Consolari. Samen zijn met een eenzame. Wereldse mensen schijnen lijdenden te vluchten, niet weten hoe men met lijden dient om te gaan. Ook ziet men het als een belemmering van de eigen levensvreugde. Troosten is dus een taak van de katholieken. Katholieken die overigens de Heilige Geest in zich dragen, die door onze Heiland als de trooster werd genoemd. Ja, mijn dierbaren, als katholieken moeten wij bedroefden niet alleen natuurlijk, maar ook op bovennatuurlijke wijze trachten te troosten. Wij moeten hen bovennatuurlijke gedachten schenken. Ja, mijn dierbaren, als dragers van de Heilige Geest, als katholieken, moeten wij de bedroefden op een bovennatuurlijke wijze trachten te troosten. En door dit te doen, geven we niet een goedkoop oplapmiddeltje, zoals de wereld dat zou zeggen, of een loze preek, maar wij geven een werkelijk getuigenis van ons katholiek geloof. Ons geloof die overigens realiteit is. De realiteit dat we hier op aarde in een tranendal leven, maar dat we nadien, na deze testperiode op aarde, eeuwig loon zullen ontvangen. De blik op de eeuwigheid moet ons dus troost geven, een vernieuwd doorzettingsvermogen schenken, na elke droeve zucht. Sint Paulus zegt namelijk, na de hemel aanschouwd te hebben, dat alle tijdelijke lijden, onze droefheid op aarde, niet opweegt tegenover de toekomstige eeuwige heerlijkheid en vreugde. Brief aan de Romeinen 8:18. Paulus maant ons katholieken dus aan niet te treuren zoals de heidenen. Heidenen die geen hoop kennen, die geen vertrouwen hebben op het bovennatuurlijke, geen vertrouwen kunnen hebben op de wijsheid en de goedheid Gods. Eerste brief van de Thessalonicenzen 4:13. Bovendien, mijn dierbaren, wij moeten elkaar bemoedigen als leerlingen van Christus, de gekruisigde,
om ook ons eigen kruis, onze eigen droefheid te dragen. En elkaars kruis te helpen dragen, zoals Simon van Cyrene dat deed bij Christus kruisweg. In eeuwigheid, zo zegt de heilige Johannes, zal dit beloond worden door Christus zelf. Elke traan, zo zegt Johannes in de Apocalypse, zal Christus zelf ons uit de ogen wissen. En er zal geen geween of geen smart meer bestaan, want al het vroegere zal voorbij zijn. Apocalypse 21 hoofdstuk 4e vers. Aldus, mijn dierbaren, zetten wij ons aan het werk, zoeken wij onze zieken op, doen wij aan hen alle goeds. Roepen we misschien de priester als het nodig is. Troosten wij de bedroefden, ontwijken wij hen niet zoals de wereldmensen dat doen. Bemoedigen wij onze bedroefden, helpen wij hen de blik op God te houden, de gever van alle goed. Vragen wij tenslotte voor de uitvoering van deze beide werken van barmhartigheid, welke een zichtbare uiting zijn voor onze liefde tot God, alle genaden van ons lieve vrouw. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.